Nog tot straks. Hoi hoi. Activiteit gestart. Goedemorgen, het is ongeveer 7:30 nu. Vrijdag 31 juli. Ik ga vandaag proberen naar Valkenburg, de Kouwberg af te lopen. Door Valkenburg heen en dan de Kouwberg weer op. Het is een poging weer, dus ik zal het proberen. En als het niet lukt, jammer dan. Een cameraatje bij me. Ik hoop dat hier wat werkt. Vlog 2 in Limburg. Nou, we gaan van start. Tot straks. Tijd 15 minuten 46 seconden. Afstand 2 kilometer. Gemiddeld tempo 7 minuten 50 seconden per kilometer. Gemiddelde snelheid 7,66 kilometer per uur. Huidig tempo 6 minuten 19 seconden per kilometer. Huidige snelheid 9,50 kilometer per uur. We gaan zo de Kouwberg af. Kijken hoe dat gaat. Ja, het loopt nou naar beneden. Maar van de andere kant moet ik er ook weer op. Dat wordt nog een uitdaging. Ja, we zien het wel. Dan doen we gewoon rustig aan. Nou, ga een poging doen, jongens. Succes. De 12% naar beneden.
Maar de 12% moet straks ook weer omhoog. Laten we heel voorzichtig naar beneden doen. Want het is lopend al een, gewoon lopen al een hele uitdaging. Laat staan met hardlopen. Kijk, je gaat wel best naar beneden. Komt er nou op aan? Tijd 28 minuten 1 seconde. Afstand 4 kilometers. Gemiddeld tempo 6 minuten 58 seconden per kilometer. Gemiddelde snelheid 8,61 kilometer per uur. Huidig tempo 5 minuten 23 seconden per kilometer. Huidige snelheid 11,16 kilometer per uur. Het is hier meer afremmen als ik doe. Dus als ik me nou laat gaan, dan merk ik het nou al. Kijk, dat zijn de pikkels, die fietsers. Wel aan op je benen, dat merk ik nou wel. Valkenburg in. Wie had dat ooit gedacht, hardlopend? Dan zijn we haast beneden, maar dan moeten we er ook weer op. Dit is een makje. Schrik hoe mooi. Met Valkenburg. En nu komt de zwaarste er weer op. Nou, wish me luck. Wilhelmina toren. Nou houdt mijn mond weer. Hartslag van 170. Tijd.
Tijd 33 minuten 55 seconden. Afstand 5 kilometers. Gemiddeld tempo 6 minuten 44 seconden per kilometer. Gemiddelde snelheid 8,90 kilometer per uur. Huidig tempo 6 minuten 10 seconden per kilometer. Huidige snelheid 9,73 kilometer per uur. Oh, we zijn er bijna. Oh, jongens. Eens kijken wat de hartslag is. Van 79. Nou, weer terug naar de camping. Wat klimmen hebben we gehad. Tot straks. Als je nog weet, vult 1 kilometer Maastricht. Veel zijn we ook door het zuiden heen gekomen. We gaan nou weer terug naar de camping. Het zal ook een 4 kilometer nog wezen. En weer terug. Waar ook zo langs gelopen. Kijk, een schaduw. Leuk, beter dan mij. Nog 10 kilometer terug. We hebben een rondje Valkenburg alweer gehad. Nou, dan kom ik straks nog even de resultaten te vertellen. En hoe het gegaan is. Dus tot zo. Tijd
Tijd 56 minuten 26 seconden. Afstand 9 kilometers. Gemiddeld tempo 6 minuten 14 seconden per kilometer. Gemiddelde snelheid 9,62 kilometer per uur. Huidig tempo 5 minuten 22 seconden per kilometer. Huidige snelheid 11,19 kilometer per uur. Minuut 49 seconden. Afstand 10 kilometers. Gemiddeld tempo 6 minuten 9 seconden per kilometer. Gemiddelde snelheid 9,76 kilometer per uur. Huidig tempo 5 minuten 46 seconden per kilometer. Huidige snelheid 10,39 kilometer per uur. Mooi, we zijn weer geëindigd waar we begonnen zijn. 10 kilometer gelopen. Het is 10 van 9 was het, 5 van 9 denk ik ongeveer. Dus half 8 ook niet begonnen, iets later dus. We zijn weer bij de camping. Het ging wel lekker, moet ik eerlijk zeggen. En ik zit er nog over na te denken om het nog een keer andersom te doen. Dus de route die ik net gehad heb andersom te lopen. Maar ik moet zeggen, 9 uur. Nu, het is wel warm. Die bekende rotonde waar ik begin en waar ik dus eindig. Praktisch geen wind. Hubbeltje op, hubbeltje af. Maar weer toch, de volgende keer wil ik hem toch andersom proberen. Kijk hoe dat gaat. Een brees om. Kijk weer. Zeggen dat het heeft wel goed gedaan. Toch wel even wat last gehad. Een beetje dan. Maar nu gaat het eigenlijk wel weer goed. Nog even cooling down, de camping op en dan zie ik jullie straks met het verslag. Best nog even een rondje camping doen hoor, voor jullie. Tot straks. Gemiddelde snelheid 6,25 kilometer per uur. Gemiddelde snelheid 9 minuten 36 seconden per kilometer. Morgen. Activiteit gepauzeerd. Activiteit gestopt. Activiteit voltooid. Samenvatting workout. Totale duur 1 uur 6 minuten 29 seconden. Totale afstand 10,52 kilometers. Gemiddeld tempo 6 minuten 19 seconden per morgen. Kilometer. Morgen. Hey, goeiedag. Helemaal uitgerust. We gaan even snel door de kaartjes heen. Hier de vrijdagochtend run 7:50 dus begonnen.
Zit hier de kaart. Ik heb 10 kilometer ongeveer gelopen in 1 uur 6. Gemiddelde kilometer 6 minuten 19 en 769 calorieën. Pak het kaartje erbij. Hier begonnen in Bergen te Blijt. 1, 2 kilometer. Dat ging op zich wel lekker. 3. Hier gaan we de Kouberg af. Dat heb je allemaal in het filmpje kunnen zien. En hier zijn we de weer opgeklommen. En dan sloegen we weer rechtsaf naar Vilt, waar we ook doorheen gekomen zijn. Weer op naar de camping Bergen te Blijt. Kijk maar even de snelheden. Nou, gestart bij de snelheid van gemiddeld 9. Daarna zijn we naar beneden gegaan. 6, 5, 6, 6, dat zal wel wat met de klimmen en de daling te maken hebben. Toen dacht ik bij de 9 kilometer. Nou, ik zal er haast wel zijn. Ik dacht, ik neem nog even een sprintje. Maar toen merkte ik hoe dit duurt nog wel heel lang. Nou, 10,27 kilometer, gemiddeld tempo 6. Beweegtijd dik uur. Hoogteverschil 98. 916 calorieën en gemiddelde hartslag 157. Gemiddelde. Je hebt wel kunnen zien dat mijn hartslag best hoog was. Ja. Kan je hier bijvoorbeeld zien mijn snelheden. Weer gemiddelde plus rechts de hartslag en dan zie je bij 9 kilometer, dat is denk ik ongeveer de, wat je ook in het filmpje ziet, 180, dat ik de Kouberg heb gehad. Nou, hoogte kan je wel zien, hè, dan. Het stukje waar we heel erg naar beneden gaan, dat is dus van de Kouberg af. En als je die hele klim, tussen de 4 en de 6, gaan we weer omhoog. Hoogteverschil 98, maximale hoogte 154. Snelste tussentijd 4,40. Gemiddelde van 6. Hartslag, maximale hartslag zelfs 194. Mooi, pakken we de laatste erbij. Tien halve kilometer, 1 uur 5. Gemiddelde van 6. Hartslag rond 54 gemiddeld. Stap van 72. Zie je mijn hartslag nog een keer. In de 80 waar we weer de rust in kwamen. 73. Nou, netjes toch? Oké, die doet het niet. Nou, dat was de kleine impressie hier. Ik zou zeggen, ik probeer hem dus nog een keer andersom te lopen. Dus ik zou zeggen, wie weet zien we die ook weer via de vlog. Dus tot de volgende keer.